Verschillende sprekers hebben gisteren tijdens de buluitreiking van de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, de afgestudeerden gemotiveerd om verder onderzoek te doen en dit ook te publiceren. De publicaties kunnen namelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de branches waarin zij zitten. De buluitreiking vond plaats in de aula van het IGSR op het universiteitscomplex. Danny Lutschman, directeur van het instituut, moedigde de afgestudeerden ook aan om door te blijven studeren. Hij weet dat zij zware offers moesten brengen om hun doel te bereiken. Toch vraagt hij ze om de uitreiking niet als een eindpunt te zien, maar een beginpunt van onderzoek en verdere studie. Het is overdag werken, haasten, soms niet eens naar huis gaan, snel eten, misschien niet eens goed eten, hier naartoe komen, college volgen, proberen wakker te blijven, naar huis gaan met alle problemen van thuis. Misschien familieleden die het niet helemaal begrijpen. En dat niet een week lang, dat een aantal maanden lang. Dus ik geloof best dat jullie goed geburnt zijn. Toch? En je hebt nu inderdaad je diploma's, fantastisch. De real trick is dat jullie nu light gaan geven. En wat betekent dat? Dat betekent inderdaad niet gewoon stoppen met wat jullie hebben gedaan, maar door blijven publiceren. Probeer je thesis bijvoorbeeld om te zetten in een paper. Er zitten bepaalde theses erbij die, als ik me niet vergis, het cijfer 10 hebben gehad. Dat is fantastisch op zich. Probeer dat om te zetten in een paper. Probeer een PhD te pursuen. Probeer te reflecteren op wat er in die maatschappij gebeurt. Probeer dat naar buiten te brengen. Probeer je mening te ventileren. Het is niet een diploma alleen. The real test comes now. So now it's your time to give light. Volgens Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is het IGSR flink gegroeid in de afgelopen jaren. Er zijn namelijk meer masteropleidingen bijgekomen en ruim 100 afgestudeerden zijn afgeleverd aan de maatschappij. Menke zegt eerlijk dat hij nooit had gedacht dat de instelling zo groot zou worden. U geloven misschien niet, toen die honk kwam in 2009, benoeming van zeven hoogleraren, apart verhaal. Toch, ik wist er ook niks van, zat in Nederland. En toen ik terugkwam, 6:30 's morgens werd gebeld. Eén, je bent voorgedragen voor hoogleraarschap. Maar onthoud één ding, het is een zegen, maar pas op, slangenkuil. En ik ga niet zeggen wie we dat zijn, maar dat zijn van die politici die dus door en door gewinterd zijn. Anyway, en ik kijk vandaag dus om me heen. En Danny Lutschman was ook een van de mensen, dus die studenten zeiden we zijn proefkonijn. Danny, kun je nog herinneren, proefkonijn. Kert is ook hier vandaag, hè? Ja, dat is er niet. Ook proefkonijn. Maar je gelooft het niet, Danny is... met al die speelse dingen, de speelse manier van onderwijs en onderzoek in de netwerken, of het nu is Brownsberg of hier met die PhD groep met Kees van der Wal of Martin, dat is altijd een open forum, open mind. En ik zou zeggen, dat is heel belangrijk aan een universiteit, die autonomie en die vrijheid. En dat voel ik vandaag. Ik zit vanaf ook in het bestuur, ook voorzitter. Ik had ook nooit gedacht. Soms snap je dingen niet, maar zo gaan dingen. Laatste kans is nu dat ik zit in het bestuur van de universiteit en dat ik als baas hier heb, want ik zit nog bij het IGSR, Danny Lutschman. Jack Menke, voorzitter van het ADECUS bestuur. Hij sprak gisteravond tijdens de buluitreiking van de Institute for Graduate Studies and Research.